Hallo lieve jongens en meisjes, welkom bij vlogmasdag nummer 10 alweer. Dinsdag vandaag, ik heb gisteren alle onderdelen van de salopet uitgeknipt, op de stof gelegd en uitgeknipt. De Constance salopet, dus ik heb hier een enorme stapel met onderdelen die ik vandaag, waar ik vandaag probeer een beginnetje mee te maken. Het uitknippen duurde wat langer dan dat ik verwacht had, want er waren nogal veel onderdelen en ja, ik moest even goed uitkiezen of het allemaal wel op de stof paste. Uiteindelijk had ik nog iets van 30 centimeter stof over, dus ik had gelukkig genoeg.
Dus dat is nu allemaal geregeld. Ik moet straks even de draad in de lokmachine vervangen, want er zit nu zwart in. En dat vind ik met deze stof niet zo mooi. Dus ik zit te twijfelen of ik deze erin doe. Dit is een crème kleurige. Of dat ik, even kijken. Ja, deze is denk ik te donker. Dit is een blauwe. Ik denk dat ik gewoon voor de crème kleurige ga. Dat past denk ik het beste. Er zijn behoorlijk wat onderdelen. Dat had ik toen ik mijn proefje maakte van de voetbalstof. Die heb ik er nog maar eens even bij gepakt. Dat is deze. Dit is het proefje wat ik gemaakt heb. Dat viel me toen ook al op dat er zoveel onderdelen in zaten. Het zijn er zeker een stuk of 20 volgens mij. En die, het is heel ingenieus in elkaar gezet. En eigenlijk als je eenmaal weet waar de onderdelen moeten komen, dan zit het ook zo in elkaar. Maar qua uitknippen, ik had voor het voorbeeldje had ik een heleboel dingen weggelaten. Zoals bijvoorbeeld de zak die bovenop komt en de zakken aan de achterkant. En nou ja, nog meer van dat soort spul. Dat had ik allemaal weggelaten. Dus dat hoefde ik de vorige keer niet uit te knippen. En nu had ik zoiets van, oh ja, jeetje. Hoe moet ik het allemaal op de stof krijgen? Maar het is gelukt en ik heb zelfs nog wat stof over. Dus daar ga ik straks een beginnetje mee maken. Ik kreeg gisteren een vraag hoe het was met Moon, de kat. Op zich gaat het goed. Hij spuugt niet meer en hij eet en hij drinkt. En hij gaat ook naar de kattenbak. Maar waar ik toch wel aan merk dat hij nog niet helemaal 100% is of nog niet helemaal de oude is, is dat hij heel veel slaapt. Hij slaapt heel veel, hij legt heel veel in zijn mandje. Normaal gesproken, 's avonds als ik op de bank zit, dan komt hij wel naast me liggen. En dat doet hij nu ook niet. Dus ja, helemaal 100% is hij niet. Spelen wil hij ook nog niet echt. Gisteren heel even geprobeerd met een touwtje. Hij is gek op touwtjes normaal gesproken. Maar hij had na één keer zo doen, had hij zoiets van, nou, dat is het nog helemaal niet. Dus het is nog niet 100%. Maar goed, hij heeft misschien wel behoorlijk trauma opgelopen daar in de dierenkliniek. Ik weet het niet. Ik weet niet hoeveel katten en honden daar zaten. Dus. Maar goed, helemaal 100% is hij nog niet. De puber is onderweg naar huis van school. En die gaat me straks helpen met de spullen die ik gekocht heb voor de gang, de kasten, om die naar boven te halen. Want die staan nu nog beneden in de garage. En het is toch best wel koud en vochtig en zo. En hoewel de garage eigenlijk precies onder mijn appartement is, dus er komt wel warmte zeg maar door de vloer heen. Wil ik toch wel dat het boven is, dat het niet straks krom gaat trekken of zo. Maar daar heb ik toch wel even hulp in nodig, want er zitten wat zware onderdelen bij. Als dat boven is, dan leg ik dat even in de woonkamer neer, zodat het een beetje kan acclimatiseren. Zodat er geen gekke dingen gebeuren straks als ik de kasten in elkaar wil zetten. Dat komt pas op een veel later plan, hè? Want tussen kerst en nieuwjaar wilde ik dat eigenlijk gaan aanpakken. Dus nu op dit moment ga ik er nog even niks aan doen. Dus dan ligt het maar even een poosje in de weg. Maar dan is het in ieder geval uit die garage. Dan vroeg iemand ook naar de sjaal die ik om had. Dat is de Grandier sjaal. Dat is een sjaal die heb ik een paar jaar geleden ontworpen voor de 12 Days of Christmas box. En de vraag was eigenlijk of die sjaal, of dat patroon gekocht kon worden, of dat er pakketjes van gemaakt konden worden. En ik moet helaas teleurstellen dat op dit moment ik daar geen tijd voor heb. Het zal pas ergens begin volgend jaar zijn dat ik überhaupt tijd heb om dat allemaal online te zetten. Ik kies er dan toch voor om de laatste paar weekjes van het jaar gewoon even lekker vrij te nemen. En even rust te nemen, zodat ik volgend jaar weer met hernieuwde energie aan de slag kan. Dus dat zal pas ergens begin volgend jaar zijn dat ik daarmee bezig ga. Dus nog heel even geduld. Dus ik had de belofte gedaan dat ik het patroon in ieder geval online zou zetten. Of er ook pakketjes komen, dat moet nog even bekijken. Want dat zal dan natuurlijk geverfd moeten worden. En dat zit nu even niet in de planning. Het laatste wat ik dit jaar nog doe is een divadosis verven. En dat is een abonnement van spinbolletjes die ik iedere maand verf. Dus dat is het laatste wat ik dit jaar nog ga verven. Dus pas begin volgend jaar ga ik een planning maken met wat er allemaal nog meer komt. Ik ga hier vanavond mee aan de slag na het eten. De puber is onderweg, dus we gaan samen die kasten even naar boven brengen. En dan spreek ik jullie morgen gewoon weer. Doei!